Beertube, what up? Het is tijd voor de nieuwste iteratie in het Trappistenlandschap. En waar het enerzijds een heel herkenbaar, typisch Trappistenbier is, is het anderzijds toch weer een vreemde eend in de bijt qua aanduiding. Eens te meer omdat het een refterbier is en geen tafelbier, wat dan wel weer ongeveer hetzelfde zou moeten zijn. Anderzijds omdat het een officiële Trappistenbrouwerij is, Brouwerij de Kievit, onderdeel van de Mariahoeve in Zundert, meen ik. Maar het bier zelf heeft nog niet het predicaat Authentic Trappist Product, omdat het volgens mij daarvoor nog door een protocol moet bij Westmalle of de Vereniging van Trappisten. Ik weet niet hoe dat proces precies gaat. Dus het is afkomstig van een officiële Trappist, maar het is nog een officieuze Trappist. Toch reden genoeg om hem weer eens te proeven. Of weer eens om hem eens te proeven. Speciaal voor naar Zundert gereden. De Zundert 4. Laten we hem open gaan maken en kijken hoe dat in het glaasje valt. In vergelijking met de andere Zundertbieren nog geen eigen dopje. Maar in ieder geval Kievit dopje. Het lichtste bier qua kleur. En qua alcohol uit Den Brouwerij. En volgens mij in kleinere oplages gebrouwen. Want het reguliere bier wordt volgens mij afgevuld bij La Trappe. En dit bier schijnt afgevuld te worden bij de Stadsbrouwerij in Rotterdam. Is het relevant voor de smaak? Waarschijnlijk niet. Want als het goed is wordt het wel binnen den kloostermuren gebrouwen. Dus laten we eens naar het neusje duiken. En het neusje doet mij als eerst denken aan een fruitig blond bier. Lichte kruidenaccenten. Hintjes van een triple. Ik vind dit bijvoorbeeld op basis van de neus vind ik dit meer een triple dan dat ik hun 8 vind. Wat nooit als zijnde triple aangeduid is behalve op hun tab. Ook niet op hun eigen website. Maar op inmiddels op het label wel het predicaat triple heeft. Waar ik het dus mee oneens ben. Ik vind het echt een hele fijne neus. Het zou me niks verbazen als hier dingen als koriander bij komen kijken. Misschien wel een sinaasappelschilletje. De neus nodigt mij zeker uit om te gaan proeven. Ik probeerde weer een schuiler te krijgen naar het alcoholpercentage. Ik kan het niet zien. Ik ga er even vanuit dat de Zundert 4 4% aan alcohol heeft. Ik zeg proost, het refterbier afkomstig van de abdij in Zundert. Proost. Eerst aanraak ik met de slok, denk ik heel eventjes dat hij dat moutige, broodmoutige, wat ik altijd benoem, van een alcoholvrij bier heeft. Je hebt vol een vijfde van de tong nog weg. En het bier is overmatig bitter, zeker voor een tafelbier. Zoals bijvoorbeeld de Westmalle Extra, als ik het daarmee vergelijk, de andere paterbieren, zo te zeggen. Die afdronk is heel bitter. Voorbij hartstikke bitter. Misschien zelfs wel als je net in je oren hebt gefrunnigd en om een of andere reden stop je dan je vinger in je mond om bijvoorbeeld een chipje te nemen. En je denkt, is die chip zo bitter? Nee, oorsmeer. Die associatie krijg ik ermee. Maar niet bijster vervelend hoor. Maar het is wel, hij is opvallend bitter. Niet alledaags bitter, niet IPA bitter, niet pils bitter. Hij is opvallend bitter. Eigenzinnig bitter, zo te zeggen. Door die bitterheid, dat moutige, dat broodmoutige, wordt meer en meer overklast door die bitterheid. Maar tussen dat broodmoutige in en die bitterheid zit er een spel van kruiden en fruitaccenten. En ik moet zeggen voor de body, die mij alleszins meevalt. Ik had de body vele malen dunner verwacht. Maar voor die body blijven de smaken een beetje achter. Omdat je dus van dat broodmoutig overgaat in die bitterheid. En dat wat er tussenin zit, is voor mij een beetje te dunner. En alcoholpercentage is inderdaad 4%. En welke kruiden er gebruikt zijn, dat gaan we nooit weten. Want het bier bevat water, gerstemout, roggemout, tarwemout. Dus genoeg moutsoorten om in die body ook te staven. Ik denk dat dat ook de verklaring is voor zo'n relatief volle body gezien
het alcoholpercentage, hop, kruiden en gist. Dus welke kruiden dat dan daadwerkelijk zijn, dat gaan we nooit weten. Er wordt niet zoiets als sinaasappelschil benoemd, dus dat lijkt tussen den oren te zitten. Ik moet zeggen, die meest intense bitterheid, daar is mijn mondgevoel nu wel een beetje aan gewend. En dan is het meer wat fruitige accenten dan kruidenaccenten. Nou, het is echt wel fris, doordrinkbaar. Toch een goede volle body. Ja, een fijn, ik denk dat het een fijn bier is om mee te beginnen. Een line-upie. En daar legt gelijk wel een bak aan smaak neer. Een bak aan mondgevoel. En ik zei net van dat wat tussen de bitterheid en de moutigheid in zit, mist wat aan smaak. Maar ik moet zeggen, naarmate die slok vordert, komen die fruitige accenten nemen meer van je mondgevoel in beslag. Dus dat gaat allemaal de goede kant op. Ja. En hij hebt ook niet heel snel weg als je hem doorslikt. Maar hij is daar wel bitterder. Maar het is niet dat de smaken daadwerkelijk weg zijn. Dus ik moet zeggen dat dit een hele fijne nieuwe lichting binnen de trappistenbieren is, mijn inzien. En dan ook wel eens te bedenken dat het bier echt relatief betaalbaar is. Voor 6 flesjes betaal je bij de Abdij in ieder geval op dit moment rond de 10,60 euro, meen ik. Ik ben heel benieuwd, omdat het nu nog Abdij only is en je her en der wel slijterijtjes ziet die het neerzetten, zal het daar wel richting die 2 euro grens gaan, vermoed ik. Maar ik vind hem ook leuk neergezet qua prijs. Dus een mooie starter, een prima bier. Niet heel uitgesproken, maar genoeg smaken, zeker gezien zo'n 4%. Voor nu heb ik daarmee gezegd wat ik wilde zeggen. Ik zou zeggen, Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.